Hallo, hallo! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag gaan Will en Tien weer de keuken in. Joehoe! We gaan iets heel erg lastigs doen. Jullie vonden de macarons heel erg geinig om te zien. Nou, wij ook. En de volgende was soezendeeg. Ik heb het echt nog nooit gemaakt. Ik ook niet. En als ik heel Holland Bakt mag geloven, mislukt daar nog wel eens wat. Okay. Dus het is een uitdaging, het is een challenge. We gaan het aan. Wederom met onze bakheld Rutger Bakt. Dit is een no-spon, maar ik vind dat gewoon... Hij heeft gewoon altijd goede recepten. Duidelijk uitgelegd, foto's erbij. Ja, boterkoek is erg lekker. Ja, boterkoek is... Ja, dan heb je het gemaakt bij ons. Dus we gaan aan de slag. Soezendeeg. Het schijnt mis te kunnen gaan. Vooral, het moeilijkste punt is het garen van het deeg. Want het is een kookdeeg, hebben we begrepen. En dat moet garen. En als het niet goed gaart, dan rijzen die soesjes niet. En dan kun je ze immers niet vullen. Dus daar schijnt de uitdaging te liggen, Tien. Oh, ik vind het lastig. Mijn moeder zou het ook meteen weten. Die heeft tegen mij ooit al gezegd van... Jij hebt inderdaad kookdeeg en dit soort deeg en dat soort deeg. Ik dacht, oké, wauw. Die zegt helemaal op de hoogte. Die heeft het wel eens gedaan. Die deed vroeger dat soort dingen allemaal. Ja. Nou, vandaag gaan wij het ook doen, Maaike. Hopelijk zullen het dus, in de genen. Be proud. Hopelijk lukt dit. We gaan aan de slag. We beginnen met het afwegen van de ingrediënten. Laten we gaan. En dat gaat zo. Welkom bij afwegen op gevoel. Ha! Omdat je twee weegschalen hebt waarvan je geen bijpassende schroevendraaier hebt om de batterijen te vervangen. Anyway, ik heb er wel van die... van die soort van maatschepjes, zeg maar. Maar het is allemaal een beetje Engels. Ik bedoel, hè, one cup, 250 milliliter. Het zijn niet allemaal standaard echte maten, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld niet eentje waarbij je dan 100 milliliter hebt of zo. Nou ja. Goed. Nee, dit gaat niet goed. Oh, wat gaat er niet goed? Ik moest 3/4 cup. Maar ik zit nu af te wegen. Is het zeker een hele af te wegen? Met 1/2 cup. Met 1/3 cup. Dus, dat klopt niet. En je moet 2/3 cup? Nee, 3/4. 3/4. Dus ik heb hier wel 1/2. Dus als je dan één van deze doet, dan heb je 2/4. En dan moeten we hier nog een halve cup van. Ja. En dan heb je 3/4 cup. Ja, oké. Oh god. Oké. 3/4 cup heb je nodig. Mijn god. Jezus. Ja, dan moet je 1 volle hiervan hebben. En 1 volle van die en nog een halve. Ja. Ja. Ja, dan heb je 1/2 cup. Ja. Nee, dan heb je toch 3/4 cup? Ja, ga even rekenen. Kijk, dit is... Nee, laat maar. Dit is 1/2 cup, oftewel 2/4. Ja? Ja? Ja, dus, je hebt 3/4 nodig. Toch? Ja, dus dan moeten we dus nog, als dit dan 1, dus dan... Oké. Dus we hebben hier, als we 1 van deze cup doen, helemaal vol, dan hebben we 2/4 cup. Ja. Dan moet er dus nog 1/4 cup bij. Ja, dus dat is 1/2 van deze. Oké. Ja, zeker weten! Echt waar. 1/2 cup. Hoe ga je dat in godsnaam afmeten? Ja, dat weet ik niet. Op gevoel dus. 1/4 van dat ding. Het is natuurlijk gedoemd om te mislukken dit. Oh, tien wat erg. Wat een voorbereiding weer. Jezus. Al erg. Toen was ook nog vakantie. Oké. Het ergste is nog wel. Kijk, als je nou denkt, waarom vervang je nou gewoon de batterij niet? Nou kijk, ik heb zo'n hele leuke schroevendraaier gezet. A la Jorik. En hier, zie hier, dat altijd precies degene die je nodig hebt, die ontbreekt dan. Ja, als dit, waar die is. Als dit een recept mislukt, het is gewoon de schuld van Jorik schroevendraaier. De schuld van Jorik schroevendraaier zet, ja. 100 milliliter melk. Oh ja, dat zouden we ook met die cuppies doen. 100 milliliter. 100 milliliter water. Houdbare volmelk. 100 gram boter. Nou, dat was makkelijk. 100 gram bloem en 3 à 4 eieren. Oké, nou, Rutger Bakt is onze held inmiddels. Soezendeeg is een kookdeeg. Dat betekent dat het deeg, voordat het de oven ingaat, gekookt moet worden. Dat klinkt misschien wat moeilijk, maar dat valt best mee. Door het koken van het deeg gaar je de bloem. En dat zorgt ervoor dat de soezen in de oven mooi zullen rijzen. En hol worden van binnen, zodat je ze later kan vullen. Nou, rapapa, vertel. Ben je er klaar voor, Tien? Stap 1. Doe het water, de melk... Water en melk. Ja. De boter en het zout in de pan. Oké, dus dit mag aan de pan. Allemaal en breng het geheel aan de kook. Ja. Oké, ik doe eerst even de boter erin dan. Want het Zorg ervoor dat de boter gesmolten is voordat het mengsel kookt. Oh ja, daarom moet het langzaam aan de kook. Ja, laten we inderdaad even goed eerst alles helemaal doorlezen voordat we het gelijk doen. Moet je dan niet eerst de boter smelten? Nee, het moet wel tegelijk in de pan bij elkaar. Anders gaat natuurlijk die boter gaat dan bruin worden, hè? Oh, dat is niet de bedoeling. Nee. Nee, precies. Nou, boter smelt. Oh shit.
Ja, dat is oké. Dus straks gaat hij van het vuur af. Moet alle bloem er gedoseerd bij. Dan blijft hij roeren. Nee, in één keer. Oh, ik heb in één keer erbij en dan roeren. Ja, en dan weer terug op middelhoog vuur. Ja, en dan bakken voor 2 tot 3 minuten. Bakken? Waar bakken? Dat deegmengsel. In de pan. Ja, dat moet bakken in de pan. Ja, want het is een kookdeeg. Ik vind het zo grappig, nooit een kookdeeg gemaakt. En dan moet je dus goed blijven roeren, 2 tot 3 minuten. Het zal licht sissend geluid maken en een bal vormen. En het zal ook wat aanbakken op de bodem. De bloem wordt nu gegaard. En dat is straks belangrijk voor het rijzen van de soezen. Nou, doe dan het deeg over in een kom en roer het nog even los. Laat het een paar minuten afkoelen. Voeg dan 1 voor 1 de eieren toe. Oh ja, dat ook nog. Ja, je kan hier ook bij krijgen dat je ei gestold is, Tien. Oh, omdat het warm is. Dus dit moet zeg maar genoeg afkoelen. Ja, straks na de meel moet het genoeg afkoelen. En dan moeten de eieren erbij. Maar niet te veel afkoelen, want het moet ook nog warm zijn. Zie, dat maakt het nog een keer. We hebben nog een temperatuurmeter ergens. Gebruik het via de ei alleen als het het deeg niet te dun maakt. Nou oké, ik heb hem nu... Weet je? Oh ja, dit gaat... Ja. Ik heb hem nu op 5 staan. Ik zou hem niet... Zes. Willen ze altijd van het risico nemen. Ik zat gewoon lekker snel en ik ben zo iemand, ik zou nog liever een uur langzaam hier roeren. Ja, jij zou het echt prima staan om hier een uur te staan met die boter. Dat ik zeker weet dat hij niet gaat koken, maar dat geeft niks. Hè? Verschil moet er wezen, hè, Wil? Ja, zo is dat. Ja, onze combinatie van persoonlijkheden, Tien, maakt dat het altijd lukt. Ja, zeker. Dan zeg ik, wil er nog niet aan! Ook als we geen weegschaal hebben met de batterijen die doen. Oké, nou spannend jongens. We komen zo bij jullie terug als dit gesmolten is. Want alle Tien, dit duurt nog even. Perfectionisten. Oké, het kookt dus bijna. En dat betekent dus dat bijna ook het meel erbij mag, de bloem. Spannend. Zien, en daarna moet hij terug op het vuur op half hoog. Kookt hij al? Nog niet. Oké. Dit kookt wel toch? Ja, dit kookt. Ja, het kookt. Ja. Oké, nou dan pleur ik dit erbij. Ga jij roeren? Ja, roeren! Roeren, Annie! Roeren tot je erbij neervalt! En dan ga ik vast lezen wat we hierna moeten doen. Ja, vertel. Roer het mengsel direct door totdat alle bloem is opgenomen. En zet dan de pan terug op middelhoog vuur. Nou, doe maar even op 8 van mij. Ja, het ziet eruit alsof het goed is. Ja, oké. Blijf goed roeren, 2 tot 3 minuten lang. Oké. Het is nu 53. Oh, ik heb hier een timer wel op, dacht ik, als het goed is. Waar is mijn stopwatch? Oh shit. Altijd hetzelfde liedje. Oh hier, start. Ja, en blijf roeren. En het gaat sissen en aanbakken. En het gaat een bal vormen. Nou, het sis nog niet echt. Zal ik hem iets harder zetten? Het sis nog niet echt zoals hij zei dat het moest. Ik heb gewoon nog een pan. Moet ik hem toch even een tikje harder zetten? Ja, dan zet je wel op 10. Dat is niet middelhoog op zich, ja. Ja, het is wel best aardig hoog. Maar het moet hem nu begint het te sissen. Een beetje, of niet? Ja, dat klopt. Je moet een beetje gaan aanbakken op de bodem, zei je. Nou, dat is jou gebeurd. Nee, want dit is blijkbaar heel belangrijk voor het rijzen van de soezen. Dus dit moet wel goed gebeuren. Ja, dit bakken moet goed gebeuren. Anders hebben we straks slappe soezen. Of platte, eigenlijk. Dan kunnen we beter slag om opspuiten. Nou, zet hem maar uit. Dan is het gewoon een wafel. doe het tegen de kom en roer het nog even los. Laat een paar minuten afkoelen. Oké. Roer het nog even los. Ja, het is een beetje een. Ik vind het een beetje een drappie. Of drap, ja. Ja. Het is een beetje. Ik vind het wel apart. Ja, laat het daarop houden. Ik hoop dat dit goed komt. Ik vind het apart, ja. Oké, laat het een paar minuten afkoelen. Ja, een paar minuten. Nou, 5 minuten zou ik zeggen dan. Ja, 5 minuten. Ja. Hey, Tien. Wel grappig dit. Ik post net op stories 3 keer raden wat wij aan het maken zijn. En kon je raden tussen, wat had ik gezegd? Blanketbakkersroom, pudding en soesjes. Nou, hier is een kenner, want die zegt soesjes. Tip voor de eieren, gooi het warme deegmengsel straks in de KitchenAid met die dubbele deeghaak. En dan 1 voor 1 de eieren erbij doen, scheelt een hoop. Ellebogenwerk. Oh, is dat dan? Nou, hij staat er net namelijk zeg maar te discussiëren van... Ja. Gaan we dat zelf doen? Of misschien moeten we maar dan gewoon zelf doen. Maar ik zei nog, kan het niet gewoon in de KitchenAid? Ik ga zeggen, wow, dank u wel. Oh, en hier zegt ze, en na ongeveer 1 minuut het eerste ei erbij gooien. Door de directe beweging krijgt het ei geen tijd om te stollen. Oh, ja, zij draait het eerst even door. Ja, precies. Wat bedoel jij?
Ja, en nu, maar nu kunnen de eieren er dus inderdaad bij. Ja, zal ik er één bij doen? Ja, en dit, oké, jongens, ik... Op hoop van zegen. Op hoop van zegen. Ik ga jullie even dichterbij halen. Er gaan dus eieren bij. Eén voor één. En je mag pas het volgende ei erbij doen als het eerste ei is opgenomen. En het mag best hard. Is dat nodig? Ja. Ja, drie tot, okay, vier, drie tot vier eieren. Oké. Ziet eruit dat het opgenomen. Ja, volgens mij wel. Ja, sowieso. Ja, ik denk dat wij tot drie eieren komen, denk je ook niet? Ja, maar even kijken of deze even opgenomen is, wat hij dan ja, doet, zeg maar. Ik hou van de deeghaak. Ik ook, ik hou überhaupt van mijn KitchenAid. Dat ding is echt fantastisch. Maar het gaat wel goed, met die eieren opnemen. Ja. Oh ja, het wordt ook gelijk een stuk minder nat dan weer, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, het wordt nog een beetje meer een deeg, vind ik. Ja. Nou, het stond ook niet, leuk. Nee. Nou, nog één. Ja, er nog maar één in. Hoe is je deegje? Ik vind het super goed. De substantie, de kleur. Nou, kijk. Ja, ik vind het echt super mooi. Ik ook. Het ruikt en proeft ook een beetje echt als... Nou, dan heb ik hier, zoals altijd, een glas met de spuitzak. En hier kunnen we het inscheppen. En dan gaan we het zo meteen opspuiten op een bakplaat met bakpapier. En doen we dan groot? Wat was het ook weer? De kleintjes groot? Ja, wat zullen we doen? Wat was de bedoeling? Kleintjes. Wat stond er nou ook alweer? Ja, als je kleintjes wil moet je kleine toefjes. En als je grote wil moet je grote toefjes. Nou, oh, dat is heel goed. Ja, sorry. Het zijn gewoon toefjes die je moet maken. Even groot allemaal ongeveer. Zo. Nou, spannend hoor. Spannend Annie. Is het, ja, dit is wel... Ja. Ja, het moest ook, het moest niet wegvloeien, maar het moest wel dun en soepel zijn. Je kon ook een half ei toevoegen. Ja. Ja, ja het is soepel. Ja. Ja. Nou, maar ik vind het wel, het is wel soepel. Alleen dun, ja, het is niet dun. Ja, we denken dat het toch te dun is. Het moet terug. Wat we gaan doen... Het kleeft toch helemaal? Ja, precies. Het moet eigenlijk lopen. Oké, dan ga ik... Het moet lopen. Lopen. Ik zei dat wel heel mooi, hè? Ja, maar niet te veel, toch? Lopen. Ik zal... Maar het moet niet te dik zijn. Nee. Te dun doen. Nee. Ik ga even een... Oké, is toch een... Misschien nog een halve eitje. Nou ja, of zo. Dan zou ik denk nog een hele toevoegen. Het is best stijf. Ja? Ja. Even kijken, wat Rutger nog meer zegt. Het moet een gewone soepele consistentie hebben, maar niet zoveel dat het uitvloeit. Zodra het glad en glanzend is, kan je het verder verwerken. Ja, misschien inderdaad. Doe we maar nog een ding. Nog wat, ja? Ja. Aan de zijkant is het steeds stijf namelijk. Wacht even hoor. Ja, zeg. Ik denk dat we het hierbij moeten houden. Want ik denk dat je niet... Als je nee, niet te lang door, hè? Dan denk ik... Kijk, het is volgens mij gewoon opgenomen, toch? Zou ik zeggen. Oh. Ik denk dat dit goed is. Heel glad en glanzend, toch? Shit, jammer. Iemand zegt, ja, je macaronmatje kan je ook gebruiken voor het evenredige formaat. Kan ik die toch nog? Ja, we hebben dat macaronmatje niet. Oh, die hebben we bij jou thuis. Mm-hmm. Ik heb geen idee hoe ver ze gaan reizen. Ik heb echt geen idee. Maak je ze in een cirkel? Of wat? Ja, dit ging even een beetje mis. God, toch grappig. Ja. Ja, zo denk ik. Moet ik gelijk met een natte vinger nou die shit, die punten? Ja, dat mag. Ja. Met een natte vinger erop. Ja. Tijd voor de grote bol. Eigenlijk gaat dit namelijk niet goed met het spuitmondje. Voor grotere soes heb je een groter spuitmondje nodig. Zie je, want eigenlijk maak je zo geen mooie soesjes. Snap je? Ja. Zie je, dit wordt maar helemaal niks. Hoor je ze ook zo rond te spuiten, zeg maar? Is ja. Niet gewoon, moet je hem niet gewoon plat houden dan zo nog? Ja, maar dat kan, dan krijg je dus die kleine dingetjes. Oh, dat is, zeg maar, als je een groter spuitmondje hebt, dan... Ja. Daarom lukt het, daarom is het niet ideaal. Kijk, zie je, want dan krijg je dus die kleine weer, zie je? Ja, nee, je spuit wel bij. Ja, precies. Dus dan doe ik maar een beetje zo rond. Ja. Maar... Dit worden lekkere, lelijke soepen. Flinke. Lekker lelijk. Zeg maar, lekker en lelijk. Zo, als jullie dit toch eens konden ruiken, jongens. Heerlijk. Ja, ik geef even een kleine sneak peek. Maar, het begint er toch wel goed uit te zien, jongens. Ik weet niet. Maar het ziet er wel goed uit. We zitten er nog maar een paar minuten in.
Ik vind het echt, het is net echt. Wat vind je ervan? Nee joh. Het gaat toch eigenlijk best goed. Ze lijken echt. Het is net echt, ja. Ik dacht dit wordt niks. Nou, ze worden ook serieus met de minuut worden ze beter. En ze worden ook groter. Ze worden ook vrij groot. Ja? Oké, okay. Note to you. Inderdaad, qua soesjes, hoe zeg je dat? Qua grootte zien ze er ook al uit als normale soesjes. Dus inderdaad, spuit ze vrij klein op. Want ze worden dus inderdaad behoorlijk groot. Ze reizen behoorlijk. Maar goed, dat betekent dat we het goed gedaan hebben. Ja, dat voor de eerste keer. Woehoe. Ik ben nu wel heel benieuwd zelf naar deze hondendrollen. Benieuwd of dit wat wordt. Nou jongens, ze zijn eruit. En het ziet eruit alsof ze geneeld zijn gewoon. Zo, moet je horen, het klinkt al. Zeg maar alsof ze heel, ze voelen ook heel dunnig. Dus het kan, volgens mij zijn ze echt best wel hol van binnen. Ja, jongens. Ja, zo. Ze zijn gelukt. Godsamme. Yes. We gaan even één lelijke openbreken. Gewoon om te kijken hoe het aan de binnenkant. Ja! Ja, is die hoe? Ja! Ja! Ja, 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 jongens. Ja, ja. Hij is ook... Ja, hij is gaar. Dit is niet meer rauw. Het is net wat vochtig, maar het is gaar. Ja, ze moeten nog even afkoelen natuurlijk. Ja. Dus als het afkoelt, dan... Ja, wat een smaak. Oh! Smaakbeleving. Oh! Smaakbeleving van de schaal. Knapperig van buiten, zacht van binnen. Ja, 0 tot 10, een goede smaakbeleving. Hier zo. Goh, het was toch eigenlijk best goed om te maken dan, hè? Oké, ik kraak ook even mee, jongens. Dit is lekker zout, smeuig, warm, zacht, rond, vol, romig. Ja, zeg maar mijn lijf. Nee, echt lekker. Heel lekker. Ja, ja, ja. Het is gewoon gelukt. Nee, maar echt lekker. Ja, en ze hebben er echt precies lang genoeg in, echt niet langer gemoeten. Nee. Dat is echt precies maar perfect. Maar ze zijn ook gewoon super hol van binnen. Ja. Zo, en nu die slagroomnelen met je vanillesiroopje erin, een klein tikkie. Ja, oké, het kost wel even tijd, maar ik moet zeggen, voor de eerste keer dat het echt gewoon best wel goed gelukt is. Het is goed te doen. Ja, het is echt goed te doen. Echt goed te doen. Macarons waren moeilijker. Zo, ja, dat vind ik ook. Het was echt veel met temperaturen, maar dit gaat eigenlijk best prima. Dit is leuk, niet, man. Wij kunnen zo naar Holland bak. Waarom gaat het daar altijd mis? Nou, ik vind eigenlijk gewoon dat wij dat samen als duo mee zouden moeten doen. Ik denk dat we worden het nieuwe Gerig Hoor van heel Holland bak, denk ik. Maar ik vroeg me ook af, je hebt ook altijd van die ingevroren soesjes kun je ook kopen, toch? In zo'n bak. Kun je dit, als je nou slagroom zou kloppen, zou je het dan in kunnen vriezen? Ik las net in het recept dat hij zei, je kan de lege soesjes heel goed invriezen. De lege? Ja. Oh, dus je zou dus ook een hele batch kunnen maken. Of een keer voor een verjaardag of voor een vriendinnenavondje of zo. Ik denk het. Voor een vriendinnenavondje ook wel leuk om samen te maken. Ja, eigenlijk zeker. Best en je kan ze natuurlijk, wij gaan ze nu vullen met slagroom. Maar je kan ze ook vullen met aardbeienroom. Kun je het ook met hartig vullen eigenlijk? Ja, ja, dat doen ze helemaal een pak wel eens. Dan hebben ze een soesedag. Roomkaas of zo. Allemaal verschillende soorten vullingen maken. Dus een monchou met ham of zo zou je ze ook mee kunnen vullen of iets dergelijks. Voor geitenkaas, champignons, achteratsen. Ja, wat grappig. Versnipperde zalm. Oh, lekker. Met bieslook of zo. Niet, geen idee. Maar dat doen we. Ja, lekker. Maar wij gaan lekker voor de zoet. Ik vind het echt enig. En hoe zou het nu zijn met onze grote knapen? Die beginnen al te reizen. Ja, ik moet nog steeds opruimen, jongens. Maar nog steeds niet verder gekomen dan dit. Ja, ik ben heel benieuwd wat dit voor leuke platte wafels gaan worden. We gaan zien. Ja, want het is wel anders opgespoten. Dus ik weet niet of dat wel helemaal goed gaat. Maar goed, we tried. We hebben gewoon het verkeerde spuitmondje. Daar lachen we dus vooral aan. Je moet gewoon zo'n grotere dikke hebben. Voor grote soesen moet je echt een flinke spuitmond. Ja, inderdaad. Je hebt je flink kan spuiten. Flinke jetsers moet je hebben. Kijk, hier hadden we natuurlijk iets minder hoop op. Maar zeker met een slecht spuitmondje. Deze is goed gelukt. Ja, ze zijn wel groot. Ik zou denk ik zelf liever wel kleintjes maken. Ja, weet je wat je dus ook ziet? Want bij deze hebben we opgespoten in een toefje en omhoog gehaald. Ja. Dus echt alleen maar... Ja. En bij deze moesten we om grotere soesjes te maken echt ronddraaien, waardoor ze zijn gaan zakken. Dus dit is niet goed Het is niet dat dit niet gerezen is. Het is meer dat dit dus, zeg maar, breed gespoten is. En dat moet je dus echt niet doen. Zullen we eentje openmaken? Gewoon even één grote om te kijken welke... Of gewoon deze is sowieso niet goed gerezen, is een beetje denk ik. Oh jawel, hij is wel goed gerezen, alleen hij is wel hol aan de binnenkant. Ja, hij is wel hol. Ja, ik vind zelf, zeg maar, hier had je echt een beter spuitmondje voor moeten hebben. Mm-hmm. Maar ik vind die kleintjes wel schattiger. Heel leuk. Ja, dus ik zou zelf voor de kleintjes gaan. De deeg is ook echt lekker. Ik vind wel zo'n grote soes, vind ik, als je dat opvreet, hoe zeg je dat, heb je gelijk zo'n bonk slagroom in je bek. Ik vind het gewoon nooit in verhouding, zeg maar. En dit kan je in één keer in je waffel proppen. Ja, vind ik ook. En deze niet. Zo'n eenmanshap, weet je wel. Hap. Oh, ja, maar ik vind de deeg is echt lekker, hoor. Ja, het is echt goed gelukt. We gaan zo meteen deze dus vullen met slagroom. Zo, ga je het lekker vol spuiten, Annie? We gaan proberen. We hebben hier een spuitzakje. Ik heb kruisjes gemaakt in de soesjes aan de onderkant. Ja. Je wordt er een beetje ranzig van, hè? Want die soesjes kunnen maken met je dirty mind. Oh ja, oké. Okay, maar... Oh ja, ja, oh, ja. Oké. Okay, okay. Ja, dat is hem. Oh ja. Nou, even kijken.
Ja, ik zou niet te hard doen, denk ik. Wat is dit voor geluid dan? Het is van de bovenkant. Oh ja, zit hij wel goed? Zo, ik ga even in testen. Ja, 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 ja. Ik weet niet of ik het wel goed doe. Vreed. En? Nee, mag wel meer in. Ja, gewoon helemaal vol blaffen. Plafonds houden ze. Ze lijken echt net echt. Ja, echt goed gelukt. Je kon er nog wat poedersuiker overheen strooien. Maar ik vind ze zo eigenlijk Note to you. Van alles wat we hiervan gemaakt hebben, konden we 15 kleine soezen maken. En 5 grote soezen. Ja. We hebben nu 2 grote soezen over. Daar past er geen slagroom meer in. Nee. Dan hebben we wel 500 milliliter slagroom gebruikt. Maar laten we alsjeblieft er een opvreten. Ik vind deze wel leuk. Ja, dat dacht ik al. Die vond ik ook wel leuk. Vind je die ook leuk? Nee, ik neem deze. Dus ook lekker licht. Nou, okay, kijk hoe mooi. Ze zien er echt uit. Het is kijk echt... van dichtbij. Kun je kijk, aan de onderkant zie je dus een beetje zo. Oh, hij wil niet scherp stellen. Ja, zo. Ja, ja, hij heeft hem hoor. Oh, kijk jongens. Ja. Die kleur. Oh, nu gaat hij alweer erbij. Nou, ik ga proeven. Hij wil gewoon opgegeten worden. Veel lekkerder dan die uit de dripfries. Dat sowieso. Zo. Mm. En dat zoute, dat lichte zout en dat zoete deeg. Mm-hmm. Dat zoete van die slagroom. Mm-hmm. Het is echt jammer dat jullie heel het lekker niet kunnen proeven. Het verbaast me echt dat het zo goed gelukt is. Toen jij het allemaal opnoemde en we waren bezig, dacht ik echt, dat is met die macaron. Ja, met dat koken, dat kokenslag. Ik zag het niet zitten. Ja. Kookdeeg. Ah. Mm. Ik zag het niet zitten. Hé, ga weg, fruitvlieg. Maar het is zo goed gelukt. Dit is echt hele goede soetjesdeeg dit. Rutger, top jongen. Top gemaakt. Wil een 10, nul dit. Jongens, ja, ik vond het echt leuk. Het was echt leuk om te doen. Ja. En ik blijf erbij. Door deze challenges, je gaat gewoon buiten je comfortzone. En het lukt eigenlijk veel vaker dan dat je van tevoren zou verwachten. Dus echt proberen het is. Dus geef ons een volgende challenge, zou ik zeggen. Wat moeten we de volgende keer maken? Makkelijk geweest. Het soesjesdeeg. Wat is nog meer iets waar je denkt, nou, dat is zo lastig om thuis te maken. Wij gaan ervoor. Let us know. Alright jongens, tot de volgende video.